Venus is natuurlijk op de 7e positie, 2 klassen minder als gisteren. Deze tweede wedstrijd van de Rookies Cup. En dat is ook wel knap te noemen natuurlijk van onze Belgische Nederlandse vriend. Ja, en ik wil toch nog even inderdaad een lans breken voor Scott de Roel. Want met de pijn in de benen, met zo'n lange wedstrijd, dan straks hebben we volgens mij de volgende jaar voor de dus vergeleken met Scott de Roel. Die jongen maar 14 rondjes. Dit waren 16 rondjes. De man, als hij hem had gezien, dan laat hij de tranen in de ogen komen. Dat is wat niet uitkomen, maar doen zoals het is van de week. Het was een nieuw wit bleek mannetje met heel veel honden, schaafhonden op de knie, de elleboog enzovoort weer. Trotter van mij. Natuurlijk gaan wij hier zware kansen. We hoofden erop, want hij heeft deze wedstrijd al eens een keer gewonnen. Dat zeg ik twee keer dit seizoen. Dat mocht dan niet zo zijn. Maar toch, chapeau. Scott de Roel, 7 plaats. Ik ben natuurlijk helemaal niet. Dorian Hall, duizend gasten hier. Ramirez is voor mij ook wel een jongen die we gaan volgen en in de gaten houden voor de volgende wedstrijd. Want ook schitterende lijst is dat Spanjaardje Ramirez, de nummer 24. Hij finisht dus tweede voor de tweede.